Waarom wordt Kasteel Oost op 28 augustus 2024 ceremonieel geopend? Dat heeft alles te maken met César Constantijn Frans, graaf van Hoensbroek. Hij werd op 28 augustus 1724 geboren in Kasteel Oost, thans genaamd Van Oys. Hij was een van de 6 kinderen uit het tweede huwelijk van zijn vader Antoon graaf van Hoensbroek met Anna gravin van Nesselrode tot Ereshoven. Na zijn studies te Heidelberg voltooid te hebben, vestigde hij zich in Aken als kanunnik bij de abdij van Onze Lieve Vrouw. In 1751 kwam hij als kanunnik naar de Domkerk van Luik. Van 1764 tot 1771 was hij kanselier, oftewel eerste minister van het prinsbisdom Luik. Op 19 december 1784 werd hij tot prinsbisschop van Luik gewijd. Na een conflict over het toezicht over de politie ging de prins-bisschop in appel voor de Rijkskammer van Wetzlar. Op 18 augustus 1789, het Franse revolutiejaar, werd hij in het stadhuis van Luik overweldigd en afgezet. Vervolgens verbleef hij korte tijd in het zomerpaleis van de prins-bisschoppen in Seraing. Dit paleis werd ook wel Château Coqueril genoemd. Het volk begaf zich naar het slot van Seraing en voerde de vorst naar het stadhuis waar men dwong de ongerijmdste dingen in te willigen. Op 27 augustus 1789 verliet hij heimelijk Luik en begaf zich naar de Sint-Maximinus-abdij in Trier. De Luikenaren, aan hun lot overgelaten, kozen nu Maximiliaan Ferdinand prins van Rohan tot hun regent. Zijn bestuur was echter maar van korte duur. Begin 1791 keerden de Oostenrijkers weer terug in Luik en zetten César, graaf van Hoensbroek, weer terug op de troon als prinsbisschop van Luik. Hij overleed op 3 juni 1792 in Luik. Hij werd begraven in de toenmalige Domkerk, oftewel de Sint-Lambertus-kathedraal vlakbij het prinsbisschoppelijk paleis. In 1811 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de nieuwe Sint-Paulus-kathedraal. In die kathedraal ligt nog een gedenksteek van hem. Het is dus 300 jaar na de geboorte van hem in Kasteel Oost dat er weer een historische gebeurtenis daar plaatsvindt. Maar nu heet het dus Kasteel Van Oys.